Je hebt enerzijds de quick wins, dachten we, snelle aanpak, maar de complexiteit van de opgave is natuurlijk iets groter. Je komt met mobiliteit, je komt met de ondergrond te maken. Dus is er toch nog een andere aanbeveling die we graag aan jullie voorleggen? Als er één iets is dat in het motortje van de ontharding het meeste meerwaarde heeft gerealiseerd, dan is dat wel eigenlijk net die ontwerp en die participatie samen in interactie. En dan komt die krikken eigenlijk het ambitieniveau een heel pak hoger op dan wat eigenlijk de initiatiefnemers van in het begin eigenlijk voor mogelijk hadden gehouden. Oké. Dus onder het thema laat ontwerpers en bewoners los. Jullie komen zelf van nature, dat is heel goed. Dankjewel, Paul en Anne. Ik denk dat wij hier een heel groot voordeel hadden dat de directie en mensen achter de directie, dat die daar ook veel positiefs in zagen. Hè. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, die school, wij vergaten dat helemaal. En dat is heel makkelijk in onderhoud en zo verder. Maar zo'n project had ook een beetje het doel om aan te tonen dat het anders kon. Hè, het was een beetje ad hoc gegroeid, een patchwork van verschillende functies die op dat terrein waren weggezet. En het is de eerste keer dat er in globaliteit naar gekeken werd om te zien, kunnen we dat landschappelijk, hè, want uiteindelijk is dat bijna een park, kunnen we dat inbedden in de omgeving, kunnen we dat... ruimte is ook een stuk psychologie. Hè. Hoe gaan die kinderen zich daar beter in gaan voelen als dat een andere layout krijgt? We hadden hier het voordeel van het oude park van het klooster te krijgen. Dus we hebben daar omlopen gemaakt om de kinderen te laten sporten en zo. Het is voor de hand liggend dat dat niet allemaal verhard gebeurt in zo'n situatie. Hè. Dat je dat groene karakter daar... meer tot zijn recht brengt. Er komen, dat is geen al te grote school, maar er zitten toch een paar honderd leerlingen. Die komen meestal uit die wijk. Dat idee van die woeding, Harding, zij zouden dat daar kunnen leren voor een stuk en meenemen naar huis. En dat die leerlingen daar leren van, kijk, wij kunnen met streek-eigen dingen, hè, dus het principe van de edible garden zit erin, heel veel onderhoud is door het eten gedirigeerd. Dat die kinderen die principes mee naar huis nemen en later in hun verder leven ook kunnen verder zetten. Ik denk dat zo'n school is daar wel de aangewezen plek voor. Ja, ja, ik hoor van u, dat, hè, dus u vindt het normaal dat ontwerpers met ontharding aan de slag gaan. Dat is voor u de vanzelfzekerheid of vanzelfsprekendheid zelf, hoor ik u eigenlijk zeggen. Zo. Ja, ik ga eens even bij Anne horen hoe dat je... Vanuit uw ervaring, misschien moet ook even uw rol in het project toelichten en dan ook eventjes, wat zijn uw leerervaringen zo? Ja, we waren eigenlijk vanuit het regionaal landschap de uitvoerende partner, zal ik zeggen, binnen de coalitie. Dus je hebt Groenrand, Antwerpen aan het woord, die dan voor de participatie zorgden. En het regionaal landschap ging ervoor zorgen dat we de uitvoering op terrein konden doen. En een degelijke ontwerper vinden of een gepaste ontwerper vinden voor elk project was toch niet altijd evident, moet ik zeggen. Voor de scholen ging dat redelijk vlot, maar als je dan bijvoorbeeld naar het bedrijf De Vereging kijkt, daar een geschikte ontwerper voor vinden, dat was niet zo evident. Mensen die echt mee willen nadenken over parkeren, over ontharden, vergroenen en wat kan er dan op zo'n industrieterrein, daar hebben we toch wel... Ja, met horten en stoten zijn we daar geraakt. Dat bleek dan toch niet helemaal in de filosofie te zijn waar we met Groenrand Onthard naartoe wilden. Naar invulling van de parking misschien wel, maar naar welke soort vergroening, welke biodiversiteit wilde gaan creëren, hoe goed kent je dat gebied, hoe ziet je ook niet het bedrijventerrein als een eilandje binnen... Een wereld van niks, maar hoe ziet je dat samen als ene samenhang, die macro-schaal daarbij, dat hebben jullie op het Vita Impact College direct meegenomen. En ik denk dat dat een heel grote meerwaarde is. Je bent natuurlijk ook een hele lokale ontwerper, Paul. Dus dat maakt ook dat je daar de omgeving al kende. Dat maakt ook dat je wel op die manier, denk ik, makkelijker meegeraakt in het verhaal dan dat je de ontwerper die bij De Vree niet... verder gegaan is dan uiteindelijk. Die kwam ook vanuit Limburg. Dat was misschien ook gewoon
ja, van te ver weg om daar het verhaal mee te kunnen schrijven. Het is misschien op een andere schaal, denk ik. Hè? Ik denk dat de vraagstelling is ook anders. Alhoewel, bij school is natuurlijk de vraagstelling heel traditioneel onderhoud, klein budget, gebruik, gebruiksgemak. Maar algemeen denk ik dat dat landschappelijk heel belangrijk is. Ja, ik hoor zo een beetje toch wat gelijkenissen. Hè? Dus een beetje, het project moet groot genoeg zijn, moet de ruimere omgeving. Hè? Dus je mag niet alleen naar de plek zelf kijken, maar je moet ook het omliggende gebied. Ja, u verwees naar terreinkennis en kennis van een gebied en weten hoe dat speelt en zo. Een heel belangrijk stuk. En dan komen we ook zo'n beetje bij de stelling die Dirk altijd zegt, ook de participatie heeft geholpen toch om het open te trekken, om wat meer te doen dan dat we misschien oorspronkelijk hadden gedacht. Ik denk niet dat dat voor de 5 projecten geldt, dat we hoger geëindigd zijn dan waar dat we initieel dachten naartoe te gaan. Maar als we bijvoorbeeld, als ik nu denk aan de school Ter Linde, daar was een van de eerste reacties dus tent met het schoolfeest. Hè, van oei, waar gaat die staan? Als dan een ontwerper kwam met een speelplaats in 2 verdiepingen, hebben we daar een grote wadi gemaakt van de volledige speelplaats. En er zijn allemaal platformpjes waar dat de kinderen op spelen. Waardoor dat de kindervoeten eigenlijk de grond niet meer vertrappelen en dat het water kan blijven insijpelen. Toen dat met dat verhaal eigenlijk naar de leerkrachten gegaan werd, was een van de eerste vragen van de leerkrachten, worden wij dan een sloefkesschool? Dus eigenlijk de vraag van, ja, we gaan met heel veel zand naar binnen komen, doen we dan gewoon als schoenen uit als we de klas binnen gaan, pantoffels aan, en mogen de leerkrachten dan ook op hun pantoffels voor de klas staan? En dat is zoiets wat ik wel altijd onthouden heb, wat dat, ja, een reactie was vanuit een eerste hand, vanuit de leerkrachten, dat ze dachten van oké, ja, we gaan hier wel verder kunnen gaan dan dat we eigenlijk initieel gedacht hadden. En dat is wel, die leerkrachten hadden wel in gedachten, er moet nog altijd verharding zijn, want als het regent mag je niet op het gras en in het zand, maar op deze manier kan dat eigenlijk wel. En ik denk dat dat ook wel een insteek is, ja, geweest. Het punt is, ja, vooral dat een impact groter is dan alleen de ontharding, maar dat het, ja, ook op een iets ander niveau, op gedrag, houding, op hoe dat een school werkt, zelfs een impact heeft. Dat is, ja, eigenlijk uw punt. En op heel de organisatie. Ja. Ja. Wat ik het meest boeiende vond, was in het realisatieproject. Hè, er is gezegd geweest, het was veel ambitieuzer dan de financiering van jullie kan toeliet. We hebben dus iets gemaakt dat over jaren zal gerealiseerd worden. En een van de manieren om het makkelijker financieel haalbaar te maken, is het betrekken van de studenten. De leerlingen gaan bepaalde dingen mee realiseren, hè, hagen zetten en zo verder. Dus de identificatie van de gebruiker met wat dat er is, zal groter zijn dan door zo'n participatie, maar ook door het daadwerkelijk mee realiseren, zal veel groter zijn dan een groep studenten en ouders en leerkrachten die er stonden aan te kijken. Dus het wordt werkelijk hun project.